Waar rivieren stromen, vinden we klei. De grondstof voor baksteen. Een natuurlijke grondstof. De rivieren zetten elke dag weer verse klei af. Daarmee vult de natuur automatisch aan wat mensenhanden weghalen. De winning van klei gebeurt in goed overleg met provincies, gemeenten en waterschappen. De Nederlandse baksteenindustrie hanteert daarbij een verantwoorde methode van winning van de rivierklei. Deze is in een goede samenwerking met het Wereld Natuurfonds ontwikkeld. Samen zorgen we voor natuurontwikkeling op haar best. Door de speciale manier van ontkleien keren de oude stroomgeulen weer terug. Water, dieren en planten krijgen de ruimte. En de baksteenindustrie kan blijven doen waar ze een kei in is. Bakstenen maken. De pakweg 45 steenfabrieken in Nederland, veelal hypermodern uitgerust, produceren jaarlijks zo'n 1,4 miljard bakstenen. Genoeg voor vele tienduizenden woningen, kantoren, straten en pleinen. Omdat baksteen eindeloos veel vormen, afmetingen, kleuren en structuren heeft. De Nederlandse rivierdelta bevat talrijke kleisoorten met een grote diversiteit aan samenstellingen. Voordat die worden ontgonnen, vinden er eerst allerlei onderzoeken plaats. De klei wordt nauwkeurig onderzocht op geschiktheid. De samenstelling van de klei bepaalt namelijk wat de eigenschappen van de baksteen zijn en hoe die er straks uitziet. Klei met veel ijzer zorgt voor rode baksteen. Overheerst de kalk, dan krijg je gele stenen. Door de verschillende kleisoorten te mengen zijn er honderden kleurenvariaties mogelijk. Het is belangrijk om die goed te analyseren en alleen geschikte kleisoorten te gebruiken en te mengen. De analyses zijn ook nodig om de klei straks op de juiste manier te kunnen drogen en bakken. Klei voor de steenfabrieken komt uit Nederland en is afkomstig van eigen wingebieden of wordt gekocht. Soms wordt het uit het buitenland geïmporteerd. Op het fabrieksterrein wordt de klei opgeslagen in een kleidepot. Deze wordt in horizontale lagen zorgvuldig opgebouwd. Soms wordt het hele depot eerst nog een keer omgespit. Hierdoor ontstaat een juiste receptuur die regelmatig wordt gecontroleerd. Door verticaal af te graven, vermengen de lagen zich en krijgt de klei de juiste samenstelling. Het productieproces kan nu beginnen. Eerst haalt een elektromagneet alle metaaldelen uit de klei. Daarna wordt die voorbewerkt. Vaak wordt water of stoom toegevoegd en kan er ook zand, lava, kalk of bijvoorbeeld mangaanoxide worden bijgemengd voor de juiste receptuur. In de kleirasp wordt de klei veen gekleed en door de zeefplaat naar buiten geperst. Een belangrijke bewerking, want de klei moet homogeen worden om een goede kwaliteit baksteen te krijgen. De klei is nu klaar om gevormd te worden. Dat kan op drie manieren. Bij de vormbakmethode worden bezande vormbakken gevuld met klei. Vervolgens wordt de klei in de vormbakken gedrukt met een persbok. De overtollige klei wordt afgestreken en de vormbakken gekeerd en gelost. De vormbakmethode geeft een bezande steen met een licht gestructureerd oppervlak. Bij de strengpersmethode drukt een persschroef de klei die eruit ziet als een lange cake door de persmond naar buiten.
De kleicake heeft dan precies de grootte van een steen en hoeft alleen nog maar in plakken van de juiste dikte te worden gesneden. Strengpersstenen hebben dan ook een strakke vorm. Verder kan het normaal gladde oppervlak ook worden bezand of met een roller van een structuur worden voorzien. Door wisseling van het mondstuk kunnen ook vormstenen worden gemaakt. Bij de machinale handvormmethode werpt de machine kant-en-klare, van tevoren bezande kleibollen in de vorm. Overtollige klei wordt afgestreken. Deze op het oog wat ruwere methode zorgt voor een steen met bezand oppervlak en een grillige nerf, alsof de stenen nog helemaal ambachtelijk zijn gemaakt. Eenmaal in vorm gaan de stenen naar de volgende fase in het productieproces, het drogen. Dit is nodig om vrijwel al het water uit de steen te laten verdampen voordat die wordt gebakken. Het drogen gebeurt in droogkamers of droogtunnels. De stenen moeten heel geleidelijk 2 tot 4 dagen drogen. Per steen verdampt wel zo'n 0,5 liter water. Als de stenen droog zijn, kan het eigenlijke bakproces beginnen. Voordat de gedroogde stenen op ovenwagens de oven ingaan, worden ze eerst door zetmachines gestapeld tot zogenaamde ovenpakketten. Dit kunnen al de pakketten zijn zoals ze later naar de bouwplaats gaan. In de baksteenindustrie wordt gebruik gemaakt van geavanceerde tunnelovens. In deze ultramoderne ovens vindt een haarscherp aangestuurd en uiterst energie-efficiënt bakproces plaats. De stenen gaan op de ovenwagens letterlijk door het vuur. Aarde en vuur komen hier bij elkaar. De klei wordt hier definitief omgezet tot een stabiel keramisch product. De steen krijgt hier zijn uiteindelijke sterkte, kleur en duurzaamheid. Midden in de tunnel gaat het er het heetst aan toe. Hier kan de temperatuur oplopen tot 1000 of soms wel 1200 graden Celsius. De stenen moeten daar voorzichtig aan wennen. Ze worden daarop langzaam opgewarmd, komen in de heetste zone en koelen daarna weer geleidelijk af. Dit hele proces kan 5 dagen duren. De baksteenindustrie heeft veel aandacht voor het milieu en is permanent bezig de energie-efficiëntie te verbeteren. Bijna alle ovens worden gestookt op het schone aardgas. Vrijkomende warmte uit de ovens wordt hergebruikt om de stenen te drogen. Rookgassen worden eerst gezuiverd door een rookgasinstallatie, alvorens te worden vrijgegeven. Spoelwater, overtollige klei, zand en gebroken stenen kunnen allemaal hergebruikt worden in het productieproces. De baksteenproductie is een van A tot Z gecontroleerd proces. Van de samenstelling van de grondstoffen, het meten van het watergehalte, het droog- en bakproces tot de opslag. Alles gebeurt inzichtelijk, beheerst en grotendeels geautomatiseerd. Nadat de gebakken stenen zijn afgekoeld, worden ze opgeslagen in afwachting van hun verdere lot. Deze tijdelijke opslag gebeurt op het zogenaamde tasveld. Van hieruit gaan ze als hanteerbare pakketten naar de bouwplaats of de stratenmaker. Metselaar, opperman en stratenmaker moeten zo doelmatig en gezond mogelijk kunnen werken. Natuurlijk wordt er ook zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de afnemer. Zo kunnen de pallets bijvoorbeeld omsnoerd, in hoesen of met kunststoffolie op de plaats van bestemming worden afgeleverd. Nederlandse bakstenen voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Bakstenen die voldoen aan alle eisen hebben een COMO-certificaat. Gevel- en straatstenen hebben ieder hun eigen certificeringen.
Overeenkomstig nationale en Europese standaarden worden de stenen streng gecontroleerd op gewicht, maatvastheid, wateropnamecapaciteit, vorstbestendigheid, chemische samenstelling, sterkte en natuurlijk slipweerstand. Iedere klant heeft de zekerheid van een duurzaam en CE-gemarkeerd kwaliteitsproduct. Het steenpakket staat nu klaar op het tasveld en wacht op transport naar de bouwplaats of een bestratingswerk. Het meeste vervoer vindt plaats over de weg. De kant-en-klare pakketten worden met vrachtwagens geladen en gelost op de bouwplaats. Veel steenfabrieken liggen aan de grote rivieren. Daardoor is het uitstekend mogelijk om ook scheepsvervoer in te zetten voor transport van klei en grote steenpartijen. Dat werkt efficiënter, scheelt heel wat vrachtwagens op de weg en is dus beter voor het milieu. Kleuren, formaten, structuren, wel of niet geglazuurd, bakstenen zijn er in meer dan 2500 variaties. Gevelstenen, maar ook straatbakstenen en binnenmuurstenen. Daarbij kan ook nog eens gevarieerd worden met kleuren, voegdiktes en met het metselverband. Ook op de bouwplaats neemt de baksteenindustrie haar verantwoordelijkheid. En de industrie blijft consequent investeren in systemen die de werkomstandigheden van metselaar en opperman kunnen verbeteren. Een speciale 6-voetstang plaatst de makkelijk deelbare steenpakketten direct op de steiger. Via een railsysteem en speciale stenenwagens kunnen de stenen op de steiger vervoerd worden zonder handmatig op- en aftassen. Door verhoogde of verlaagde werkniveaus op de steiger hoeft de metselaar minder te bukken. Als het metselwerk klaar is, kan de voeger aan de slag. De voeg beslaat zo'n 20% van het muuroppervlak en bepaalt daarmee voor een belangrijk deel het aanzien van de gevel. Vakkundig verdichte voegen zorgen voor een duurzame kwaliteit van het metselwerk. Bakstenen hoeven niet altijd te worden gemetseld. Ze kunnen ook worden verlijmd. De lijm wordt dan opgebracht met een speciaal ontwikkeld lijmpistool. Muren die met deze innovatieve techniek zijn gebouwd, hebben een veel hogere sterkte dan gemetselde muren. Het aanzicht is ook anders, keramischer, omdat de voeg veel dunner is. Bij het verlijmen wordt er, anders dan bij metselwerk, niet gevoegd. Dat gebeurt ook niet bij een andere bijzondere techniek. Niet metselen, niet lijmen, maar droog stapelen. Een alternatief dat de creatieve vrijheid voor de architect verder vergroot. De baksteenindustrie zit dus niet stil. Keer op keer worden er nieuwe wegen ontdekt die de schijnbaar traditionele baksteen weer nieuwe dimensies geven. Een ander voorbeeld daarvan is prefab metselwerk. De productie van deze elementen in de fabriek, onder volledig geconditioneerde omstandigheden, garandeert een snelle bouw bij een onveranderd hoogkwaliteitsniveau. Prefab elementen zijn er groot en klein. Met en zonder spouw, in lijm en metselwerk. Van woonerf tot winkelstraat. Bakstenen bepalen het straatbeeld. Ook in de meest letterlijke betekenis. Met de bekende warme klinkers worden mooie, duurzame en waterdoorlatende patronen gelegd. Grotere oppervlakken kunnen ook mechanisch worden bestraat. Een gezonde innovatie voor de stratenmaker. Straten, pleinen, woningen, winkels, kantoren. Er is door de eeuwen heen veel gebeurd met de baksteen sinds de eerste introductie door de oude Romeinen. Wat is gebleven is de spreekwoordelijke duurzaamheid van baksteen. Het is veilig, beschermt ons tegen wind, zon en regen, tegen geluid en soms zelfs tegen indringers. Het weerstaat de ergste brand en is vandaalbestendig. Sterker nog, baksteen is zeer onderhoudsvriendelijk. Met baksteen bouwen is werken aan een goed milieu, voor de mens en voor de natuur.
Maar bovenal is baksteen natuurlijk ook gewoon mooi. De baksteen hoort bij ons leven. Het neemt vocht en warmte op en geeft dat op het juiste moment weer af. Daar zorgen de poriën in de steen en de massa van de steen voor. Alsof het onze tweede huid is. Baksteen beschermt, geeft veiligheid en schept ruimte voor de natuur. Niets is natuurlijker dan leven in baksteen. Leven in de klei.